Ja, de volgende tafel is het bedrijfsleven aan de beurt. We hebben twee interessante gasten, die ga ik u introduceren. Dat is René van der Sluis van het gelijknamige bedrijf van de Kampen Zeedijk. En de heer Wiebe Anne Bonzing van Hebo Maritiem Zwartsluis. Welkom heren. Dank u. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. We gaan u wat vragen stellen en we geven u de gelegenheid om het bedrijf een beetje te presenteren. René, Van der Sluis, ik schrik er wijs van. Het is altijd hier maar de andere naam. Maar Van der Sluis, hoeveel mensen werken er bij u? Bij ons werken op dit moment een 470 man vast. Ik heb de ronde met de kerstpakket gehad. Ik mocht er 821 uitdelen, dus dat zijn er nogal wat. Dat is heel veel. Ja, we hebben vrij veel inleners, ik denk een 2500 man. Dus je komt toch uit op een club van 700 man. Dat is een behoorlijk aantal. Aanzienlijke club. Nee, mag de microfoon nog wel iets dichterbij doen als je wil. Dat ga ik doen. Top. Behoorlijke ontwikkeling de laatste periode. Hè. Een nieuw gebouw, helemaal veranderd. En toch bewust gekozen om daar te blijven op de Kampen Zeedijk. Ja, dat was een bewuste keus. Voor ons is het... we hebben dat samen met het managementteam voor ons hebben dat uitgedacht. Van wat wil je? Wil je... In Zwarte Waterland blijven, dus aan de Kampen Zeedijk blijven, of wil je verder? We hebben daarvan besloten van de installatietak laten we aan de Kampen Zeedijk. De constructietak die is naar de N50 gegaan in Kampen. Daar hebben we Porta Futurum neergezet, dus Poort van de Toekomst. Ja, ja. In de tussentijd de agrarische tak nog uitgebreid door een bedrijf op te kopen in Ens, Landbouw Service Ens. Dus we zitten daar net achter Zuidberg. Ja, eigenlijk zitten wij fantastisch. Aan de Ambachtstraat in Kampen zit onze renovatietak en onze boeren van Veentak. En aan de Kampen Zeedijk zit dus de woningbouw, utiliteit, beheer en onderhoud. En op de oude locatie waar wij van oorsprong begonnen zijn, dus waar mijn grootouders begonnen zijn, in die vierkante bovenwoning, op Kampen Zeedijk 57 zit de agrarische tak nog. Okay. Maar eigenlijk het meest herkenbaar zijn wij geworden door ons niet te verstoppen achter een paar woningen. Nee, door helder, transparant te laten zien wie je bent. Mooi strak logo op de gevel. Klopt. En ook aan de mensen zichtbaar nu ook van, daar zit je. Ja, geweldige uitstraling. Dus een mooie introductie al. Ga ik even naar Wiebe Anne Bonzing van Hebo. Hebo horen we veel van. Soms gaat het voorbij op tv. Als van der Rijn verhaal, dacht ik, waren ze ook goed in de picture. Hoeveel mensen werken bij jullie? In vaste dienst 115 man. En we hebben ook een hele hoop inleners. Thuis, ja, 150 man. Ligt een beetje aan, dat gaat wat op en neer. En wij zijn gevestigd hier in Zwartsluis. We kunnen de toren zien waar we momenteel een molen aan het testen zijn. Ja. Of een kraan, moet ik zeggen, aan testen. Klein projectje. Maar sinds een jaar of 10 zitten we nou ook gevestigd in Rotterdam. En daar hebben we helemaal onze draai gevonden. Inmiddels is daar ook het hoofdkantoor naartoe verplaatst. Ja. Het was toch strategisch een slimmere plek. Wij hebben daar inmiddels een locatie vergelijkbaar met Zwartsluis. Met een eigen kade en kadekranen, opslag, een werkplaats. Maar ook een heel groot kantoor. Ja. Dus Zwartsluis is nog steeds voor ons een hele belangrijke vestiging. Hè. Je ziet het nu ook dat we daar een kraan kunnen testen. Ja. Dat is echt iets heel unieks. Dat is door een Enercon Duitse partij ontwikkeld. Maar die kregen dat niet voor elkaar om die kraan daarop te bouwen. In ieder geval een testlocatie en wij hebben daar met een creatieve oplossing kunnen bedenken. Dus zo zien we maar, Zwartsluis doet daarin ook weer goed mee. En we zitten hier nog wel met een heel aantal klanten in de regio die we hier vandaan bedienen. Ja, want Hebo is wel een voorbeeld volgens mij van wat je hier ziet is eigenlijk het puntje van de ijsberg, hè, of het topje van de ijsberg. Ja. We hoorden net René zeggen van zoveel eigen mensen en zoveel ingehuurde mensen, hè? Uit zijn bureau. Hoe hebben jullie dat? Jullie zijn normaal denk ik ook helemaal druk. Maar dan komt er een calamiteit. Hoe pakken jullie dat aan? Waar hadden jullie dan die mensen vandaan? Nou ja, ons bedrijf kun je grofweg opdelen in twee organisaties. Eén organisatie is inderdaad de calamiteitenorganisatie. En één organisatie is de projectorganisatie. En bij de calamiteitenorganisatie dan gaan we inderdaad... dat ligt een beetje aan in de periode wanneer een calamiteit zich voordoet. Dus zit je in de winter, dan zijn er een heleboel... de agrarische sector of de tuinbouw of dat soort sectoren waar dan wel ZZP'ers beschikbaar voor zijn. En dan zit je in de zomer, heb je wel weer andere ZZP'ers die dan in de zomer minder werk hebben. Dus de seizoensgebonden ZZP'ers, die vinden wij altijd wel. En de andere kant, de projectentak, is wat wij daar vooral inhuren, zijn ook
een complete sleepduwboot, inclusief bemanning. Dus dan huren we projectmatig een duwsleepboot in en dan schalen we daarmee op. Dan schalen we ook met equipment op en daar zitten dan vaste mensen bij op. En dus een soort van all-inclusive pakket. Ja, ik zei al dat het twee bijzondere bedrijven zijn. Want René, misschien kun je er iets over vertellen. Jullie hebben al eens een keer zo'n award gewonnen. Ja, wat was dat voor? Was dat voor milieu? Dat was voor de beste werkgever in onze branche. Ja. Daar waren we op geselecteerd. Alleen, ik moet eerlijk eens halver zeggen, er was een interview geweest met Arnold van der Leijden. Het was helemaal keurig verzorgd. Alleen, het was wel een bijzondere ervaring in ieder geval. Dat kun je geruststellen. Maar in ieder geval, wij zijn goed voor onze mensen. Wij kennen een aantal kernpunten. Betrouwbaar, kwaliteit, betrokken, toekomstgericht en respectvol. Dat verlangen wij van onze mensen, van de opdrachtgever en van de omgeving waarin wij vertoeven en mogen leven en werken. Ja, heel belangrijk. Dat is duidelijk. Ze zijn toch het gezicht van het bedrijf. Absoluut. Aansluitende vragen, René, hoor. Afgelopen jaar, hoe kijk jij daarop terug, als ook bedrijfsmatig? Hoeveel hinder heb je gehad van die vreselijke corona-verhaal? Afgelopen jaar was wel een heel bijzonder jaar. Op 11 januari hadden wij onze feestelijke opening van de bedrijfspanden. Dat hebben wij gedaan omdat wij een heleboel hergebouwd hadden. Maar ook extra weer aangevuld. Maar ook organisatorisch het een en ander juist op de rit gezet hadden. Wij gingen over van de tweede naar de derde generatie. Zeg maar, mijn oom was er reeds uit en mijn vader was er ook reeds uit. Alleen nu was het echt zichtbaar. Dus de uiteindelijke leiding ligt ook 100% nu bij mij voor de hele organisatie. Alleen ook mijn mensen met wie ik werk, die familieleden waren ook zeer benieuwd in wat voor omgeving werken zij nu. Dus ik had een uitnodiging uit laten gaan aan al mijn medewerkers, waarin ze hun vader, moeder, broer, zusters, ouders, neef, nicht, mensen van de voetbal, vriendenclub, kennissen, alles uit konden nodigen. En ook echt die betrokkenheid te vergroten. Puur die betrokkenheid. Maar wat ik ook gedaan heb, is de hele Kamper Zeedijk van west tot oost heb ik uitgenodigd. Dus eigenlijk al de mensen die bij ons aan de Kamper Zeedijk gebonden zijn, ook laten zien van, je hebt nu een kans om bij ons te kijken. Maak er alsjeblieft gebruik van. Ja. Ja. En dat was dus voor in het jaar op 11 januari. Net voor de crisis. Ja. Mijn vrouw en ik, Henriette, die hebben al die mensen op het installatiepand persoonlijk welkom geheten. Maar ik denk dat er zeker op de installatietak 2.500-3.000 man toch wel geweest was. Ja, dat is mooi. Dat was enorm. Ja. En dan kijk je verder naar het jaar 2020 of 2020... Wij hadden iets last van PFAS, iets last van stikstof. Dus we wisten dat onze omzetten wat terug zouden vallen. Dat deden ze ook. Toen had je corona. Ja, dat zette het hele wereld op zijn kop. Toen dacht ik echt van, ik wil maar één ding. Ik wil de club bij elkaar houden. Ik wil zorgen dat ze gezond blijven. Dus eigenlijk alle maatregelen daarvoor kunnen nemen om dat waar te maken. Ja, en zorgen dat je de club bij elkaar houdt. Ja. Dus omzetverlies 40%, 50%. Okay. Denk ik, ja jongens, wat gaat het ons brengen? Ja. En kijk ik nu de doorkijk weer terug van nu tot en met voor 2020. We zijn iets gegroeid in omzet. Ik denk dat we een paar miljoen meer hebben. Gegroeid zelfs? Iets gegroeid, ja, een procent of 2-3. Dus we zitten net over de 100 miljoen, misschien 101. Dus ja, wij doen met het bedrijf toch nog wel aardig wat. Ja. Die inhaalslag. We moeten even naar de buurman. Dan gaan we naar de buurman. Ja. Hoe is dat bij jullie verlopen? Jullie zijn toch wat meer internationaal gericht, dacht ik? Ja. De schrik zat er heel goed in. Wij hadden in 2007 een nieuwe bok gekocht, een nieuwe 900 tons bok. En daar zouden we de Baltische Staten mee aandoen. Maar de salesmannen die waren niet meer welkom op de kantoren daar. De sales viel stil en dicht. En stonden elkaar aan te kijken, wat gaan we nou doen? We weten niet of die omzet terugvalt. Niemand kan vooruitkijken. Ja, misschien Bibanne, sorry dat ik je onderbreek. Want je noemt even een bok, maar voor de mensen die het niet kennen. Dat is niet de kraan. Maar niet een kraantje, want 900 ton, dat is toch al wat. Is dan, hè, dus het is ook niet echt een kraan. Het is een ponton met een A-frame erop. Ja. En wat kun je ermee? Zware heavy lifting. Bergingen. Stukgoederen overslaan in de zeevaart. Schepen belading dus. Maar ook infrastructuur, bruggen plaatsen, et cetera. Ja, eigenlijk alles. Ja. Breedscala op het water, zware lasthijzen. Ja. Even weer bij René terug. René, wat zou jij de mensen mee willen geven voor volgend jaar? De kijkers. Heb vertrouwen in jezelf.
En vertrouwen in je omgeving. Soms moet je je laten leiden door anderen. En soms is dat wel eens lastig, ook met de maatregelen die uitgevaardigd zijn. Maar hoe je het wendt of keert, je hebt elkaar nodig. Ik zeg niet voor niks, alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Je hebt elkaar simpelweg gewoon nodig om de dingen op de juiste wijze te doen. En ook, ja, ik zit in een organisatie die stamt vanaf 1934. Daarin zijn dynamische groepen. Je hebt elkaar nodig. Ja, maar daarom is toch ook jullie credo, zeg maar, bundelen van techniek? Bundeling van techniek. Ja, dus het is niet één tak van techniek. Nee, het zijn meerdere takken van techniek wat gebundeld is. En is er in een tak van sport iets minder werk, dan kun je doorschuiven naar een ander. Ja. Alleen, ja, zolang ik oud ben, ik heb dat eigenlijk nog heel weinig meegemaakt. Want het was altijd, als je met de juiste blik de wereld inkijkt, en soms de juiste kansen aan durft te pakken, is er altijd nog genoeg werk. Alleen ja, dat vergt ondernemerschap. Ja, mooi. Stel de vraag aan Uwe. Ik heb veerkracht gezien in ons bedrijf. Een gigantische veerkracht. Het is natuurlijk een heel negatief verhaal, de corona. Iedereen raakt een beetje in paniek. Maar er zijn zoveel creatieve oplossingen gevonden binnen ons bedrijf. Om kosten te drukken. Jongens die ineens andere functie aannemen. Om te zorgen dat wij met onze eigen mensen alles gaan doen. Zodat we centen in de zak houden. Het is onvoorstelbaar. En iedereen bleef positief. Dus ik ben echt trots op personeel. Trots op de jongens. En dat vasthouden. Ja. Negatieve dingen, maar laten we dat positief vasthouden. Laten we dan oplossingen zoeken. Dat is wat er mogelijk is. We hebben gezien dat Schouders eronder. Kansen pakken. En we gaan weer door. Ja. Nou. En naar elkaar omzien. Mooie afsluiting, want we kunnen niet te lang maken. Mooie positieve afsluiting. Kajal. Nee, ik heb niks toe te voegen. Het is, er is natuurlijk heel veel te vertellen en heel veel. We kunnen hier natuurlijk wel uren over praten. Maar het allerbelangrijkste is denk ik wat we jullie aangeven: die positiviteit. Samen horen we en we horen de schouders eronder en gaan voor dat doel. En dat is natuurlijk een schitterende boodschap. Dus daar kunnen we heel mooi mee afsluiten. Ja.